Hoi, mijn naam is Bram en welkom bij de allereerste vlog op het kanaal van Ades Musica. Het is Ades Musica, geen muzika, dat je het even weet. Waarschijnlijk weet je niet wie ik ben, dus ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben dus Bram, ik speel bij de jeugdband van Ades Musica. Ik ben daar nu nog tamoemetteren, maar binnenkort ga ik weer trommelen daar. Dus dan weet je wat ik hier doe, zeg maar. En in deze vlog ga ik jullie meenemen in een soort van achter de schermen bij de seniorband. En elke vlog krijg ik ook een opdracht mee, die ik van tevoren dus niet weet. En die ga ik dan dus uitvoeren in die vlog. Waarschijnlijk krijg ik hem ergens halverwege deze video. Dus blijf kijken, joh! In ieder geval, ik ga nu eventjes lunchen. En dan gaan we zo meteen naar Sassenheim toe. Let's go! We zitten dus nu in de bus en we zijn onderweg. 2,5 uur naar Groningen. Yeah. Wat hebben we mee? Gesponsord door Benko. Wat hebben we hier nog meer? Oké, dit is rood. We hebben hier. Waar heb je dit gekocht? Albert Heijn? Oh, plus. Sorry dat we Albert Heijn zijn. Dus, dit krijgen we ook. Is ook gesponsord. Zeker. Dat is wel handig hoor, met vloggen. Altijd gratis. Wat hebben we allemaal? Dit is een eierkoek. Een eggcookie. We zijn aangekomen in Groningen en we gaan nu even een plekje zoeken om onze spullen of zo neer te zetten. Moeten we nog even kijken. En hier staat trouwens een vrachtwagen. Wow, vrachtwagen. Oké, ik weet nog steeds niet waar die opdracht is, dus ik ga hem maar gewoon zoeken, denk ik. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. De kaart is kapot. Hoi Bram, wat tof dat je vandaag meegaat met ons naar Groningen. Maar vlogkoning van Ades Musica word je niet zomaar. En daarom krijg je iedere vlog een opdracht mee die je moet voltooien. De opdracht voor deze vlog is: zorg ervoor dat jij een rol hebt in onze show. Wees creatief en zorg dat jij te zien bent in de composer. Succes vandaag! Staat hier echt. Oké, als ik niet weet wat ik moet gaan doen, dan ga ik maar gewoon in de spullen van Ades kijken wat ik moet gaan doen. Ik zou het niet weten. Ik ga even kijken of ze iets hebben wat ik kan doen. Ik kan gaan drummen, maar ik denk niet dat ik de partij weet. Dat is niet handig. Ik kan bekken. En nou ben je stil. Ik kan iets met deze bekkens gaan doen, maar ik denk niet. Oh, hier heb je ook water. Ook handig. Even kijken hoor. Wat is dit? Dit is natuurlijk die vlag van de show die ze hebben. Wat ligt daarnaast? Een super groot cel. Oh, wacht. Dat zit ook in de show. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Dat is misschien het beste. Ik ga even kijken of ik daarmee kan helpen met oefenen of zo. En dan uiteindelijk het echt gaan doen. Ik hoop alleen niet dat dat heel lastig is met dat helpen. Want anders dan, gaat dit nog een drama worden. Ik ga dan maar snel oefenen, want ik moet de timing wel goed weten. Dus let's go. Nat, zeg maar, het ruikt ook heel lekker. Hier waren we dus aan het oefenen met het zeil uitvouwen. Want die verandert natuurlijk in de show van een piano naar een notenbalk. En daarna was het tijd om te gaan oefenen met de vlag uitvouwen. Thank you.
toen was het tijd dat de band eerst eventjes ging inspelen. En daarna was het, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen, showtime. Eigenlijk het allerleukste, namelijk de grote vlag uitvouwen. Die ligt nog daar, want die is daar aan het filmen. Iemand heeft die even meegenomen om daar te filmen. Dus ik film nu even met dit ding. Ik hoop dat het geluid een beetje oké. We gaan denk ik weer naar de zaal. Geen idee. Zo. Hallo. Net heb ik dus een stukje gefilmd met dit ding. En ook met die schouderband. Die kan je op je hier gewoon zeg maar daar doen. En iemand anders heeft ook mijn andere camera meegenomen. Die was dus vanaf het publiek aan het filmen. En nu gaan we alles weer opruimen hier. En wachten tot de band terug is. En dan gaan we weer met de bus naar huis. Nou, we zitten weer in de bus en volgens mij is de opdracht wel geslapen. Ja, top. Bedankt voor het kijken dus. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. En je kan ook op mijn kanaal abonneren en het kanaal van Ares natuurlijk. De opdracht is dus geslaagd en tot de volgende vlog.